Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben wakker geworden in een hotel. Voor de mensen die de vorige vlog niet hebben gezien, ga die zeker checken, want daar zie je dat, ja, zie je allemaal rare dingen en zo. Nou, niet hele rare dingen, maar gewoon wel wat Lois en ik hier gisteren hebben meegemaakt. We zijn nu in de fantastische badkamer. Ik hou hier echt van al dat marmer en zo. En dit bad was gisteren echt de shit. Dus het is nu 7:45, zoiets. En ik ben alweer vanaf 3:30 wakker. En ik kon gewoon niet slapen, omdat je letterlijk alles hier hoort. Ik hoorde om 6:00 hoorde ik al iemand douchen boven mij. Dus ik dacht echt, really dit. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Let's go. We gaan kijken hoe laat trouwens Lois wakker wordt. Want Lois is niet nog wakker. Ja, dus ik neem jullie mee. Let's go. Oké, ik ben dus net weer wakker geworden van ons middagdutje. Ik word wakker en letterlijk, dit is trouwens ons uitzicht. Maar het is nu rond 12:30. Lois staat in die andere kamer te douchen. Ik ga zo ook lekker even douchen. En dan ga ik deze koffer weer inpakken. En dan zit dit leuke avontuurtje erover op. En vanavond komt mijn vader langs, want ik heb namelijk een MacBook Air besteld en die is bij mijn vader binnengekomen. Dus vandaag ook een unboxing van mijn nieuwe MacBook. Super leuk, super zin in ook. Ik ben super excited dat ik hem vanavond gewoon heb. Dus ik ga lekker deze rommel opruimen en dan spreek ik jullie zo. Oké, en inmiddels ben ik helemaal klaargemaakt. Dit is de look. Deze kool van de H&M, blouse H&M, broek H&M, schoenen zijn van Nike. En de riem is van de Primark. En dit was zeg maar de kamer. Hier heb ik geslapen en hier hebt niemand geslapen. Want ik had dit hele tweepersoonsbed voor mezelf. Dit moet ik alleen nog eventjes snel inpakken. Zo, dit moet allemaal in die taart. Oh, ik hoop niet dat deze open gaat dadelijk. Stroopwafels erin. Ja, dit is een leeg zakje, dus die kan weg. Noga is van Low. Fles wijn is ook van Low. Wacht, ik check altijd eventjes of de dop erop zit en die zit erop. Zo, dan is dit, leg ik hier. Even kijken of ik nog alles heb. Flawless! Oh, is flawless. Heb ik alles? Ja, hier is ook alles weg. Dus, wij gaan er nu weer vandoor. Ik vind het super jammer om hier weg te gaan. Maar ook wel weer leuk om lekker naar huis te gaan. Dus, ik neem jullie nog even gezellig mee natuurlijk. Want het is natuurlijk voor niets een weekvlog. Oké, zeg maar, dit was de view die je zeg maar zag als jij de gordijnen mooi open had, die wij niet open hadden. Maar dan was dit zeg maar de view. En hiernaast, zeg maar hier, sliep Lois. Dus, ik ga jullie vaarwel zeggen, tuintje. Doei doei, tuintje! Ik ben thuis. Het was super gezellig met Lo in het hotel. Ik heb me even omgekleed naar deze trui van Collusion. De broek is nog steeds van H&M, schoenen zijn van Nike. Ik ga zo meteen richting de stad, want ik heb namelijk met Samantha afgesproken. Ja, ze verveelde zich en ik dacht, oh, nou, we gaan maar even lekker de stad in. Dus dat, let's go. Thank you.
Oké, en dit is dan mijn nieuwe baby. Ik heb de MacBook Air gekregen. Superleuk. Ik ben er super blij mee. Dus ik ga nu lekker chillen, lekker vlogjes kijken. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 7 januari. Ik ben al een tijdje wakker. Ik was sinds 11 uur wakker. Het is inmiddels nu 1 uur. Ik heb een vlog geëdit. En ik ga zo weg. Ik heb me namelijk omgekleed. Ik heb deze Tommy trui aan. De zwarte broek. En nog geen schoenen. Maar dat worden mijn Nike's. Dus daar heb ik super veel zin in. Om die aan te gaan doen. En wat ik vandaag ga doen is, ik heb eerst met Kiara afgesproken in de stad. Dan ga ik naar huis en dan ga ik de vlog die jullie vorige week hebben gezien ergens uploaden en zo. En ik ben nog echt super blij met mijn MacBook. Echt super blij mee nog steeds. En deze sjaal gaat er zo overheen en dan neem ik jullie mee. We hebben dus net gegeten bij de Upside Café. Het was super lekker. En Kiar. Ja. Hi. Hi. En we hebben allebei wat gekocht bij de Dinmar. En we gaan nu lekker foto's maken. Het is wel echt freezing tot de max. Mijn nipples got off ofzo. Dus ik heb lekker een warme sjaal om. Deze pet heb ik net gekocht, want ik ben mijne kwijt geraakt. En we gaan nu lekker foto's maken. En dat wordt super leuk. Dus nu zien jullie de beelden van hoe wij dat doen. Hey! Ja, oké. It's a wrap. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is woensdag 8 januari. Ik heb me klaargemaakt. Helemaal in het zwart. Ik heb mijn New York Yankees pet op. Die ik gisteren heb gekocht. De trui van H&M. Dit heupdingetje van Daily Paper. Die vond ik weer terug. De Daily Paper broek. En mijn Nike's. Ik ga zo meteen weg. Ik heb namelijk afgesproken in de stad met Sanne. Sanne kennen jullie wel, want ze werkt bij mijn werk. Hallo, logisch. En heel triest, ze gaat zondag weg. Dus ze gaat zondag weg bij het bedrijf. Wat wel heel jammer is, maar we gaan wel uit eten dan. Super gezellig. En vanavond komt Cindy langs. Dus daar heb ik ook weer zin in om haar te zien. Ik neem jullie gewoon mee. Let's go. We gaan richting Delft. Stad. Waarom zeg ik dat? We gaan naar de stad. Joe. Eet smakelijk. Moet die kerk nou geluiden maken op de achtergrond? Nou, we hebben dus net lekker gegeten bij Happy Tosti. Het was super gezellig. En we gaan nu lekker boodschapjes doen. We gaan voor Sandra haar porno outfit kopen. Oh, zie je het dan voor je? Titel: porno outfit gaat fout. No. Maar ja, we gaan dus lekker nu. Ja, ze komen me arresteren. Oh, ze gaan weg. Oefening. Voor wat? Ja, je hebt dus van die politieoefeningen. Ik was in Arnhem. En toen was er echt een hele grote groep politiemannen, echt 10 of zo. En toen gingen mensen dus acteren dat ze een soort van rel gingen doen. En toen ging het helemaal... Oh, moet je ruiken. Ja. Oh, het ruikt hier altijd zo lekker. Ja, en lekker. Broodjes. Maar in ieder geval, dan gingen ze helemaal een soort van rel maken. Mm-hmm. En dan moesten die politie het handhaven. Ja, ik schrok me de tering. Ja, snap ik. Mijn vader... What happening? Ja, ik dacht dat ik... Oh, ze staan nu daar. Maar goed, wij gaan lekker boodschappen doen. En ik spreek jullie zo weer, want het wordt awkward. Oké, de boodschappen zijn in de pocket. Ik ga nu lekker naar huis. Ja. Doei Sandra. Doei. Bye. Ik zie jou zondag weer. We gaan lekker eten. Woep woep. Doei. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig vandaag even met Sandra in de stad. Maar er is niemand anders hier. Cindy is een hondenvrouwtje geworden.
luisteraar. Kijk wie er daar zit. Wolfje, zit je lekker, meid? En hier zit Wookie. Wookie, kijk! Oh, nou, die gaat gelijk weg. We zitten dus lekker met een zak chips. Naturel chips. Niet gesponsord hoor. En lekker wat drinken. Zitten wij de Roast of Gordon te kijken. We gaan nu een poging doen om die te kijken. Ik vind het echt heel leuk. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Because ik hou van roosten. Mensen roosten. Ik ben er echt de beste in. Nee, ik wil geen uitnodiging voor de volgende roast. Maar Cindy, heb jij nog wat te zeggen? Nee, eigenlijk niet. We gaan lekker kijken. Oh, Cindy having a baby. Cindy, hoeveel maanden ben jij al bevallen van deze baby? Nu net een maandje. Ah, je baby kijkt echt zo van, waar ben ik? Hoe is je baby die er bestaat? Zwaai, hallo. Hallo, moppie. Hi. Nou. Wat een schattige baby. Waar is je zusje nou? Wookie zit echt door, die zit daar zo. Die deed echt, jullie praten over mij. Ik kijk niet hoor. Kijk. En Balling. Hij deed echt zo van, waar hebben jullie het over? Oh nee, een inbreker in mijn huis. Wie of wie zal het nou zijn? Al weten Cindy. Hi. Maar Cindy gaat lekker naar huis. Lekker nog 20 minuutjes lekker fietsen in de kou. Hey. Nee hoor, goudjesma. Ik hoop niet dat het alleen die regen. En ze heeft de ik kan mooi echt zo binnenlopen met mijn bordje als aas. Met mijn nieuwe jas. Ik ga mijn nieuwe jas aan jou laten zien. En toen zei mijn moeder Cindy niet regen buiten. Toen dacht ik, godverdomme. Dan moet ik deze lelijke jas aan. Moet ik mijn regenjas aan. Nou, ik ga niet met een jas voor €150 even naar buiten. Stat fabulous. Heb je alles gehad, Prat? Yes. Nou, joejoe, bye. Tot de volgende keer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag. Even kijken. 10 januari. Het is nu 11:55. Ik heb me klaargemaakt, want ik heb namelijk met Kia afgesproken in de stad. We gaan eventjes gewoon even boodschappen doen en daarna gaan we weer terug naar mijn huis en dan gaan we film kijken. Dit is wat ik draag. Dit blouseje komt van de H&M. Broek Daily Paper. Schoenen Champion. Dit dingetje is van Daily Paper. Pet New York Yankees. En hierover gaat ook nog mijn H&M jas en mijn sjaal van de H&M. Oké, en zoals je kunt zien sta ik weer in de schuur. En dat heeft een reden, want ik sta weer bij de frituurpan, want Kiara en ik hadden honger. Ik ben trouwens met Kiara. Hey. En we gaan, weet je wat we gaan doen? Dat doe ik altijd in de schuur. Ga ik altijd dansen. Dus dat gaan we bij deze ook doen. Let's go! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben onderweg naar werk. Nou, ik voel me echt heel ziek, want kijk mijn gezicht en mijn neus ook helemaal dicht. Dus ik ga nu lekker naar werk. Ik werk van 11 tot 6, dus dat komt wel goed. En het is gewoon even doorbikkelen. Maar ik heb er wel onwijs veel zin in. Maar ik mag van mezelf dus niet ziek worden, want anders kan ik morgen niet mee eten. Daar heb ik echt super veel zin in om gewoon gezellig met het team te gaan eten. Dus even inhalen zo en dan neem ik jullie gewoon weer mee vandaag. Ja.
Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Mooie enkel deze, hè? En het is, hoe laat is het nou? Bijna 6 uur. We zijn nu onderweg naar het restaurant waar we met het werk gaan eten. Pasta, als team uitje. Pavarotti. En ik heb daar super veel zin in. Wist je dat Pavarotti de eigenaar ken ik? Ah, en je weet niet waar het zit. Je weet gewoon niet waar het zit. Oh, we zijn er! Nee, grapje, we zijn er niet. Nee. Dus, wow, hallo, je doet me bijna van die... Sorry, je hebt nog steeds niet gezegd van, hoi, welkom bij de vlog. Dat heb ik al gezegd, dat heb ik. Hallo, het zijn weekvlogs, dus ik hoef niet overal te zeggen, hoi, goedemorgen. Oh, het zijn weekvlogs. Ik heb het echt heel koud. Ik ben Pam aangegaan. Dit is Pam, hallo. Ik ben nog nooit in je vlog geweest hoor, nooit. 3000 keer misschien, hè. Oh, dit is ook lekker, easy, is ook lekker. Stiekem heeft Nicky hier gereserveerd. Maar we gaan dus lekker eten. Bij Pavarotti. Ja, maar boeit niet. We gaan dus eten lekker bij Pavarotti. Ik heb er zin in. En ik ga zo meteen dadelijk het eten filmen en zo. Wat we hebben. Wat ga jij eigenlijk nemen? Ik denk pizza. Maar ik wil echt een twijfel. Ik twijfel een beetje. Pasta of pizza? Oh, maar kun je zo'n foto maken? Ja, tuurlijk. Ik maak ook een foto. Alles voor de gram. Zeker, zeker. Ja. Dat mag niet, het is mijn pizza. Waar? Vult hij op? Nicky. Hoi, ik ben Pam en we zijn met Jamie. En Brandon, hoi. Hey, ja. En Drie. Smiley. Nou, we zijn aan het... Pavarottien. Die willen niet in beeld hoor. En het was heerlijk. En ik heb een... ja, weet ik veel. En Jamie hier. Wat heb jij op? Pasta fungi. Oeh. Wauw, waarom ben ik zo... Omdat het met champignon is, bro. Oeh, you're in the spotlight. Kijk hem op. Oh, aha. Oké, maar... Oh. Mensen willen de camera. Lekker, limoncello. Doe maar nog eentje. Welkom bij de Treintjevloggers. Dit is Sanne. En ze genieten van haar shotje. Limoncello. En deze jongen heeft het al. Hij is op. Je moet shotten. Yeah. Te dichtbij. Nee. Hi. Dat wij zijn, we hebben net lekker gegeten. Hierna gaan we verder met het programma Tostos Mielsens. Dus blijf kijken na de reclame. Het is de finale. Delphin doet mee. Hij is een van de finalisten. En Fidoer ook. Hele goede. Hij heeft goed meegedaan. Heel goed meegedaan. Maar de beste, Sanina. Die van allemaal. Die gaat de kampioenschap winnen. Hoe heet jij? Ik heet Fatima. Ik heet van Israël. Gewoon bij Mashallah. Salam alaikum. Hey Pam. Pam, laat je auto zien. Wat een gay wagen. Oh, moeilijk. Ach, hou op. Je moet gewoon de Ford Jamie, mis je skateboard? Kan je er overheen? Yeah. Nou jongens, we lopen op stationie. Ik ben zwanger. En ik ben met de gang. En, och, en Pam is zwanger. Van een Nutella pizza. En we zijn nu lekker naar het Tosti aan het lopen. Naar work. En als ik dadelijk thuis ben, dan mag ik weer aan de edit. Maar ik vind het hartstikke leuk om te editen. Dus dat, ja. Ach, jezus, dit gesprek. I can't handle. En zoals je kunt zien, ben ik weer thuis. Het was super gezellig. Met het werk even lekker een hapje gegeten bij Pavarotti. Ik zit nu lekker op mijn laptop hier. Oeh, sexy lek. Zit ik de vlog te editen. Die morgen online komt voor jullie. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Tot de volgende weekvlog. Doei!